Wessel Krul, zilver gewonnen vandaag op het NK tijdrijden. Ja, was dat een beetje verwacht? Ja, vorige week in Emmen reed ik eigenlijk al een goede tijdrit. De laatste anderhalf kilometer toch al maagproblemen gehad, dus daar wel veel tijd verloren. Maar ja, ik wist wel dat, dat ik wel echt in orde was. En ik had van tevoren gehoopt op een, of verwacht dat ik wel bij de eerste vijf zou kunnen rijden en gehoopt op podium. En ja, dat is zeker gelukt, dus ik ben echt heel blij mee. En dat als eerstejaars toch, ja, dat is niet veel gegeven, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. Nee, dit jaar heb ik echt veel gefocust op het tijdrijden, veel met mijn positie bezig geweest. Eigenlijk alles was in orde, dus ja, veel erop getraind. Dus ja, dat gaf wel echt, ja, ik had echt geen stress, zeg maar, op dat gebied. Dus ja, dat zie je, ja, dat resulteert al in een mooie uitslag dan. Wat voor gevoel had jij onderweg? Wist je dat je goed op weg was of had je toch wel twijfels? Ja, ik probeerde niet te veel mijn wattagemeter te kijken, want in Emmen deed ik dat ook niet en dat, ja, beviel eigenlijk wel goed. Mijn oortje werkte ook niet, dus ik hoorde uit de auto dat ik wel de snelste tussentijden had. Maar het voelde, ja, toch wel enigszins comfortabel en ja, dat moet het normaal eigenlijk niet voelen, heb ik altijd. Maar ja, op zich, de wattages waren eigenlijk goed als ik er af en toe op keek. En misschien wel iets vertraagd, zeg maar, het laatste of tweede stuk. Maar ja, daardoor kon ik wel het laatste stuk wel weer vol doortrekken. Dus ja, zo eigenlijk wel echt goed ingedeeld. Je strandt uiteindelijk op 8 seconden van het zilver. Heb je nog zoiets van, had dat gat te overbruggen geweest? Ja, misschien achteraf wel, maar ik zou ook echt niet weten waar ik het heb kunnen laten liggen. Dus dat vind ik altijd lastig in de tijd. Ik heb gewoon voor mezelf gewoon echt wel een goede tijd gereden. En ik was, ja, over alles wel tevreden. Weinig tot geen fouten gemaakt. Dus ja, ik kan alleen maar tevreden zijn, denk ik. Je bent dit seizoen sowieso goed bezig. Hoe komt dat zo in één keer? Hè? Je maakt de overstap naar de belofte. Vaak is dat toch lastig, maar jou lijkt het wel redelijk goed te gaan eigenlijk. Ja, ik heb er toch al wat moeite mee gehad. Ik vond best wel een grote stap van de junioren naar de belofte. Ik had ook wel verwacht. Ja, in het begin van het seizoen nog niet echt heel veel uitslagen gereden, maar dat was ook omdat ik nog bezig was met mijn HAVO. Dus ja, dat nu afgerond en dan toch wel iets meer kunnen trainen. En dan komen de uitslagen ook wel wat meer. Dus ja, daar ben ik wel echt tevreden over. Je rijdt nu voor WPGA. Wanneer gaan we jou een stapje hoger op zien? Ja, ik zou het nog niet weten. Ik heb nog tenminste nog niks concreets. Of daar kan ik eigenlijk nog niet heel veel over kwijt of zoiets. Dus ja, misschien wel sneller dan dat je zelf misschien wel denkt. Dus.